is er toch nog een mogelijkheid voor een hernieuwd kinderpardon. Dit is Uitgelicht. Goedenavond. Ondanks de oproep vanuit de samenleving om het kinderpardon te verruimen, komt er geen nieuw kinderpardon. Dat stelde staatssecretaris Harbers afgelopen week naar aanleiding van de petitie van programmamaker Tim Hofman. Deze petitie werd in een paar dagen tijd ruim 200.000 keer ondertekend. In de studio hebben we Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u zelf de petitie ook ondertekend? Ik heb hem wel langs zien komen, maar ik heb niet de mogelijkheid gehad om ergens te tekenen, geloof ik. Maar ik ken hem uiteraard. Ja, baalt u van de opstelling van de staatssecretaris Harbers dat hij zo stellig zegt van, joh, leuk dat de 200 mensen dit onderschrijven, maar we gaan hier niks mee doen? Nou ja, kijk, de staatssecretaris wordt geacht het regeerakkoord uit te voeren. In het regeerakkoord staat dat het kinderpardon niet is afgeschaft. Sommige partijen wilden dat. Er waren twee partijen, D66 en de ChristenUnie, die wilden hem uitbreiden. Ja. En hij is gebleven zoals hij is. En ja, daar heeft de staatssecretaris ook mee te dealen. Ja. En dat betekent dat hij binnen die regeling nog zijn bevoegdheden heeft. En meer dan dat kan hij natuurlijk ook niet. Nee. Nou zegt de staatssecretaris dat hij bang is dat kinderen ingezet worden als pion om een verblijfsvergunning te krijgen. Dat hij zegt dat die kinderen zeg maar, nou, haast misbruikt worden om dan die verblijfsvergunning binnen te slepen. Heeft hij daar een punt? Of? Nou ja, kijk, kinderen die praten en die een gezicht hebben, ja, die maken het beleid wel inzichtelijk. Ja. Want dan hoor je wat het hen doet. En daarom neem ik ook altijd elke gelegenheid waar om te praten met kinderen. Ja. Want ik wil het uitleggen. Soms boeken we resultaten, soms ook niet. Maar dan vind ik het ook dat we het moeten uitleggen. Dat hebben Gert-Jan Segers en ik ook onlangs gedaan bij Hayarpi in de Betteltkerk. Hebben we met haar gesproken, met haar broertje en met de zus. En ja, dat is soms niet een hele vrolijke boodschap, maar we vertellen wel hoe de stand van zaken is en hoe het ervoor staat. En dat wij natuurlijk ons best blijven doen om ons in te zetten voor kinderen, asielkinderen. Ja, ja. Nu is Tim Hofman dus ook met zo'n documentaire langs geweest, ook in de Tweede Kamer. Samen met zo'n jongetje, zo'n 9-jarig jongetje, waarvan u zegt, daar ga ik graag mee in gesprek. Ja, is dat, doet Tim Hofman dan misschien ook niet hetzelfde en ook die kinderen haast gebruiken als pion om te zeggen, ja, maar deze kinderen hebben ook een gezicht. Is dat niet hetzelfde waar Harbers mee schermt, zeg maar? Ja, als wij praten met kinderen doen we dat buiten het zicht van de camera's. Ja. Omdat we niet willen dat de kinderen zo worden ingezet. Ik begrijp natuurlijk met ook wel dat hij zijn verhaal wil doen. Maar zo'n jonge jongen heeft natuurlijk zelf het initiatief niet genomen. Nogmaals, het maakt het verhaal wel persoonlijk. Maar het is lastig als politicus, en dat zie je aan de collega's die hem te woord staan, om daar maar enigszins natuurlijk een verhaal te vertellen. Want het is heel lastig als een jongen vertelt dat hij terug moet naar Irak. En ga dan maar eens uitleggen wat de regels op dit moment zijn. Ja, alles komt natuurlijk kil en koud over. Ja. Want een regering staat ervoor om beleid te maken. Maar goed, de ChristenUnie, dat is helder en duidelijk, heeft zich altijd ingezet tot de laatste dag van de formatie voor het verruimen van het kinderpardon. En dat is helaas niet gelukt. Er zijn wel andere dingen gelukt. Hè? Dat is het hele rijtje van de kinderen worden niet meer zo vaak verplaatst. Hè? We proberen kinderen meteen op dezelfde school te krijgen, dat ze daar hun proces mogen afwachten. We gaan naar kleinschaligere opvang. We hebben ook voor elkaar gekregen om uitgenodigde vluchtelingen dat aantal uit te breiden. Ja. En we hebben een regeling kunnen treffen voor de uitgeprocedeerden om nogmaals naar hun zaak te kijken. Dus het is altijd een plus en een min. En uiteindelijk hebben we gezegd, we vinden het wel verantwoord. Ja. Maar we blijven vinden wat we vinden als het gaat om het kinderpardon. Ja, nu wachten er nog 400 kinderen op een mogelijke uitzetting. Harbers die zegt, van ja, de ouders die verzetten zich daartegen en daarom duurt het ook zo lang. Moet er een oplossing komen voor die 400 kinderen? Of wat kunnen we met die 400 kinderen? Want die zitten wel te wachten. Ja. Wat de staatssecretaris zegt is voor een deel waar. Sommigen hebben procedures gestapeld. Maar het is ook zo dat de staatssecretaris, bijvoorbeeld in de zaak van Hayarpi, is de staatssecretaris zelf twee keer in beroep gegaan. Hebben ze drie keer van de rechter gelijk gekregen. Waardoor de eerste procedure, de asielaanvraag, ook over de 5 jaar heen ging. Die heeft bijna 6 jaar geduurd. En dat was niet te wijten aan dit gezin. Ja. Want dat was maar de eerste procedure.
Soms kan het lang duren. Nu is er een commissie ingesteld, een adviescommissie procedures asiel. En die gaat nu kijken hoe het nou komt dat kinderen en gezinnen zo lang in de procedure kunnen zitten. En of daar niet een versnelling voor die duidelijkheid kan komen voor die kinderen. En dat is een goede zaak. En ik ga er ook vanuit dat de commissie staat vrij om alles te bekijken, dus ook de bestaande situatie. En we hopen over een half jaar uitsluitsel te krijgen. En dan moeten we opnieuw als Kamer, als parlement, moeten we kijken wat de adviezen zijn. Daar wordt dus nu naar gekeken. Ja. Is dat dan nog op tijd voor de Hayarpi? Gaat daar nog iets mee gebeuren? Nou ja, dat zal niet aan ons liggen. Ik constateer dat er nu niet een meerderheid is om de situatie zoals we ze nu kennen, om die te veranderen. Ja. Mocht dat anders zijn, ja, wij doen ons best om de argumenten op tafel te leggen. Dat doen we bij elk debat. Ja. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk wel een regeerakkoord ondertekend, waarin staat dat de situatie zoals het kinderpardon blijft zoals het is. We hebben elke keer wel gezegd, staatssecretaris, pas die regel nou zo ruimhartig toe. Ja. Die bevoegdheid die hij heeft om die uitzondering te maken. Ja, ja. Maar dat moet wel hard zijn, want u gaat dus met haar in gesprek, met haar broertje en zusje in gesprek, haar familie in gesprek. Ja. Dat moet een harde boodschap zijn. Lijkt me ook niet een fijn gesprek dan. Nee, in zoverre, we vinden het wel eerlijk om daar naartoe te gaan. En ten eerste zijn we daar naartoe gegaan om mee te leven met het gezin, met de kinderen. Om te laten zien, en je ziet het hier ook, om mee te bidden tijdens de kerkdienst. We zijn daar geweest om uit te leggen hoe nu de stand van zaken is. En dat is natuurlijk niet een hoera-boodschap voor haar. Maar het zegt wel even, het legt wel uit welke verhoudingen we te maken hebben in de Kamer. Ja. Maar dat we ons best blijven doen. Ja, oké, helder. Nu is er een groot deel van de ChristenUnie, of een deel van de ChristenUnie, 140 leden die willen dat uitzending van kinderen stopgezet wordt. Daar gaan ze een motie voor indienen bij het partijcongres komende maand, over 2 weken. Ja. Wat gaat u doen met die motie? Kunt u daar iets mee doen? Nou, dat is eerst aan het bestuur. Het bestuur moet advies uitbrengen aan het congres. Dus daar moeten we nu op wachten. Daar moet het bestuur nog over besluiten. Ja. Dan is natuurlijk, als er een oordeel is, een advies is van het bestuur, dan is het woord, allerlaatste woord, is natuurlijk aan ons congres zelf. Ja. En ik wil die discussie niet voor de voeten lopen. Dus ik vind dat het congres, en als mensen vragen hebben, ga ik graag dat gesprek aan. Maar dat het congres ook alle ruimte moet hebben om zijn stem uit te brengen. En dan moeten we dat even afwachten. Ja. Nu is het zo dat dus de afgelopen weken kinderpardon heel breed in het nieuws is geweest. Via allerlei verschillende momenten. Lillian Howard, Hayarpi, deze documentaire nu van Tim Hofman. We weten ook dat de ChristenUnie, dat D66 ervan balen dat nu dat kinderpardon niet verruimd wordt, zoals dat in het regeerakkoord staat. Het kan ook even positief zijn dat er zoveel maatschappelijk onrust is en dat jullie er misschien weer opnieuw over kunnen praten met de coalitiepartners. Nou, kijk, het feit dat er nu meer dan 200.000 handtekeningen in zo'n korte tijd zijn gegeven aan deze petitie, wil natuurlijk wel, dat geeft ook blijk van de grote betrokkenheid van de samenleving. Ja. En dat toont dat het inderdaad leeft onder de mensen en dat er steun is. Ik denk dat als je de zaak uitlegt van deze kinderen, dat je ook wel sympathie krijgt van het publiek. Deze mensen hebben de procedures nogmaals niet gestapeld, zijn ook niet ondergedoken. Ze dreigen niet met rare dingen. Ze zijn gewoon in het zicht van de overheid. Dat toont de sympathie en de draagvlak misschien wel in de samenleving. In ieder geval denk ik ook wel bij onze achterban. Alleen het is natuurlijk aan politici als ons om uiteindelijk ook wel het beleid vast te stellen. En ja, nogmaals, ons standpunt mag duidelijk zijn. Wij blijven ervoor pleiten dat binnen de bestaande regels zo ruimhartig de regel wordt toegepast. Ja, helder. Een ander onderwerp. Asia Bibi, die is vrij. Dat is geweldig nieuws, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, ik volg de zaak al 9 jaar sinds dat zij de gevangenis inging. Ja. En toen kregen we die dramatische uitspraak dat ze tot de doodstraf veroordeeld werd. Ja. Ik ben toen daar ook naartoe gegaan, heb toen haar man gesproken.
Dus ik volg de zaak al jaren. En dit is natuurlijk een van het mooiste nieuws wat ik de afgelopen 12 jaar sinds ik in de Kamer zit heb meegemaakt. Als het gaat om vrijlating van zo'n dame die zo heeft geleden om een woordenwisselingetje waar zij zelf niks aan kon doen. Hè? Ja. Dus dit is een bemoedigende zaak. Maar tegelijkertijd is het heel spannend. Want ten eerste, ze is nog niet vrij. Ze is nog niet uit het land. Ja. Dus ze is nog heel gevaarlijk. De advocaat van Asia, meneer Malouk, die is in Nederland. En pleit ervoor dat ze in Nederland opgevangen wordt. U heeft dat ook voor gepleit. Dat in ieder geval voor, in het Shelter City project kan worden gedaan. Of het programma wordt gedaan. Hoe groot schat u de kans in dat zij nu nog naar Nederland komt? Ja, ik heb altijd gezegd, het is natuurlijk aan Asia Bibi zelf om te bepalen, als ze het land al uit mag, naar welk land ze zou gaan. Ik heb ook gezegd dat als ze hier zich meldt in Nederland, dan vind ik dat wij haar niet terug kunnen sturen of kunnen verwijzen naar een ander land. We hebben afgelopen maandag weer 5 uur gesproken over mensenrechten, mensenrechtenverdedigers, mensen die in de knel zitten. Ja. Als wij beweren dat wij de hoofdstad van het internationaal recht zijn en we zeggen dan tegen iemand die zo heeft moeten lijden van gaat u weer heen, dat lijkt mij zeer onverstandig en dat moeten we niet accepteren. Ja. Dus als ze hier eenmaal is en ze heeft ervoor gekozen, dan vind ik dat we haar van harte welkom moeten heten. En haar gelijk een permanente verblijfsvergunning geven? Laten we kijken hoe de situatie... Ik bedoel, laten we niet op de vrijheid vooruitlopen. Ten eerste, ze zit nog niet in het vliegtuig. En ten tweede moeten we kijken waar ze dan uiteindelijk gaat landen. Maar als ze hier komt, dan lijkt mij het voor de hand liggen dat zij ook in een beschermde situatie wordt opgevangen. De advocaat is er al wel dus. Die heeft nu in ieder geval van minister Blok een tijdelijke opvang van 3 maanden gegeven. Maar u heeft al aangegeven dat van u betreft mag dat ook langer, hè? Ik heb het hem gevraagd. Ten eerste is hij heel dankbaar. Heeft hij gisteren afgelopen week ook gezegd dat hij dat programma krijgt aangeboden. Ja. Hij krijgt dus onderdak. Maar het was voor hem niet nodig, hè? Hij zegt van ik hoef hier niet te blijven. Ik wil hier niet blijven. Nee, hij zou het liefst natuurlijk terug willen. Ja. Hij wil naar zijn vrouw en zijn kinderen. Ja. Maar hij ziet ook wel in dat hij voorlopig niet terug kan en dat het over 3 maanden ook niet het geval zal zijn. Hij staat er op een dodenlijst. Hij is blij met zijn vrijheid hier. Hij is blij met het ontvangst en ook dankbaar. Ja, van de HVC. Wij hadden zelf ook aangedrongen op een beschermd programma voor hem. Via Kamervragen en moties. Dus mooi dat het nu gebeurt. Ja. Alleen we voorzien natuurlijk dat het binnen 3 maanden niet voorbij is, deze onrust in Pakistan. En als de heer Malouk, maar dan moet het afwachten wat hij zelf vindt natuurlijk. Voorlopig zit hij even goed. Maar als de heer Malouk aangeeft dat hij hier langer wil blijven, dan vind ik het voor de hand liggen dat we daar welwillend naar kijken als overheid. Ja, we gaan het in de gaten houden. U houdt dit er bovenop kennelijk. Dan nog laatste. In de afgelopen week is er bezoek geweest in de Tweede Kamer door Kay Wilson onder andere. Ja. Zij is een van de overlevenden van een steekpartij door Palestijnen. En zij pleit ervoor om overheidsgeld dat vanuit Nederland naar de Palestijnse autoriteiten gaat, om dat stop te zetten, want het gaat naar terroristen. Ja. 40% van de begroting van de Palestijnse autoriteiten zou opgaan aan dat geld naar de terroristen. Ja. Schrok u van het cijfer? Het is iets genuanceerder. Het is 40% van de internationale bijdrage die de Palestijnse autoriteit krijgt. Dus ook van Nederland en ook van de Europese Unie. 17 miljoen krijgen ze van Nederland. Ja. 40% van 6,8 miljoen van Nederlands geld zou dan naar de terroristen gaan? Of is dat niet zo? Het is natuurlijk broekzak vestzak. Want ons geld wat wij geven is geoormerkt voor de versterking van de rechtsstaat. En daar moeten ze het ook aan besteden. Maar goed, je kan natuurlijk altijd zeggen, als ze dat geld niet daaraan hoeven uitgeven, kunnen ze dat geld natuurlijk uitsparen en het alsnog betalen aan die veroordeelde Palestijnse terroristen. Mijn grote bezwaar daartegen is dat dit niet een simpele uitkering is voor de familieleden die achterblijven, maar dat dit een perverse prikkel is op terrorisme. Want hoe meer slachtoffers je hebt gemaakt, hoe hoger de bonus is. Ja. En dat kan oplopen tot 3.500 euro per maand. Ja. En dat het is slachtoffer een goed, goed salaris. Dat is een goed salaris. Nee, dat is een topsalaris, vooral in de Palestijnse gebieden. Dus het zet aan tot geweld. Als je nou maar zo'n aanslag pleegt en je overleeft het nog, dan zit je voor de rest van je leven zit je goed. Ja. Deze meneer die V. Wilson heeft, bijna heeft vermoord, die heeft ook een inkomen nu van 1500 euro per maand. En dat loopt verder nog op. Ja. Dus wat u betreft, moet de Nederlandse regering nou gewoon kraan dichtdraaien, klaar? Wij vinden dat er een korting moet plaatsvinden op de uitkeringen van de Palestijnse autoriteit. Als heel sterk signaal, dit moeten we niet accepteren. Maar gaat dat ook gebeuren? Want dat roept
roepen toch al jaren. Ja, maar misschien helpt het een beetje dat we nu in de regering zitten. Ik roep het inderdaad al elk jaar weer, samen met Kees van der Staaij, ook van het CDA. Ja. Maar misschien helpt het dat er nu twee christelijke partijen in de regering zitten. Wij gaan er volop de komende week om dit te bepleiten. En ik hoop dat we steun krijgen van de andere partijen. Nou, heel veel succes daarbij. Dank je wel. Heel erg bedankt voor de komst aan de studio en voor uw toelichting. Graag gedaan. U heel erg bedankt voor het kijken. Maandag dan zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.